Kunt u zich in het kort voorstellen? Mijn naam is Henk Huisman, geboren en getogen in Almelo en gehuwd. Ik ben horecaondernemer. Ondertussen in de loop van de tijd hebben we 2 kinderen gekregen en 4 kleinkinderen. Wat was uw motivatie om zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad van Almelo? Nou, dat heeft te maken met het feit dat ik al lang meeloop in de zijlijn van de politiek. En dat boeit mij. En op een gegeven moment dan komt daar de vraag, wil je kandidaat staan voor de gemeenteraad? Toen heb ik ja gezegd. En waarom? Omdat mij dat boeit in die zin, maar ook om de Almeloers te ondersteunen en te helpen en de stad wat mooier en beter te maken. Waarom voor D66? Vanwege de goede uitgangsposities en punten van D66. Een van de mooiste dingen die mij altijd trekt, als iemand problemen heeft, struikelt, help hem weer op. Ga geen oordeel uitspreken, maar help hem in zijn situatie, zodat hij weer verder kan met zijn leven. En dat is een heel breed spectrum, snap ik wel. Maar als iemand echt in de goot ligt, pak hem op en help hem verder. En dat is een van de mooiste dingen van D66, moet ik erbij zeggen. Dat is mij opgevallen, dat eigenlijk alle partijen dat in onze raad dat hebben, min of meer. Maar dat staat bij D66 in de 5 richtingwijzers. En daarom ben ik bij D66, ja, voel ik me thuis. Voor welke onderwerpen wilt u zich sterk maken? Nou, ik zei al net al de stad. En dat noemen wij met een Engels woord city marketing. Maar dat heeft dus een breed verhaal. Dus dan kan de hele stad kan daarvan, ja, dan kun je daarvan helpen en ondersteunen. En met name ook de binnenstad. En wat ook belangrijk is, de economie. Dat iedereen tot zijn recht komt in zijn werk. En dat iedereen zichzelf kan ontwikkelen en helpen in de maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe is het raadswerk tot nu toe bevallen? Nou, eerlijk gezegd, zwaar. En vooral met name de begrotingsdagen die we gehad hebben. Maar daarnaast is het ook weer boeiend en uitdagend. Dus ik heb plezier. Ik luister me graag naar mijn mede-raadsleden. En daar vind ik toch in veel opzichten goede gedachten. Dus eigenlijk, resumé, het is me goed bevallen. Wat moet er in uw ogen in Almelo anders? Een van de belangrijkste dingen is dat de politiek en de inwoners, dat die dus wat dichter bij elkaar komen. En daar sta ik voor. Dus dat is een verandering, ja, dat gaat geleidelijk aan. Wat wilt u over 4 jaar bereikt hebben? Dat wij er goed voor staan als gemeente Almelo. En niet alleen financieel, maar ook geestelijk en ook maatschappelijk. Dus dat er een betere samenleving is ontstaan. En als er een klein steentje is waar ik bij kan dragen, dan ben ik gelukkig en tevreden.